Yo, kijk eens, ik heb goed nieuws voor jullie. Het nieuwe competitieschema is bekendgemaakt. Op vrijdag 2 augustus begint de nieuwe competitie, kijk eens. Met PEC Zwolle Willem 2. Ja, kijk eens. Een dag later op zaterdag begint Ajax in Arnhem tegen Vitesse. Op diezelfde dag speelt PSV in Enschede. Feyenoord speelt tegen Sparta de Rotterdamse derby. Kijk eens, dus de nieuwe speelronde. We hebben ook onder andere ADO Den Haag, FC Utrecht met Armenson van de Brom. En we hebben ook VVV RKC. We hebben zondag om 8 uur. Kijk eens, ik laat je het hele speelschema. Laat ik je zien. We hebben Emmen Groningen. We hebben 22 september hebben we PSV Ajax. 27 oktober Ajax Feyenoord. We hebben 15 december Feyenoord PSV. En we hebben Feyenoord Ajax 22 maart. Ja, kijk eens, het wordt een mooie competitie, kijk eens. Hier, kijk eens, hier. Zien jullie het allemaal? Wacht even, waar staat hij? Nou, hier. Tussen PEC Zwolle en Willem II. Feyenoord Sparta gaat de Eredivisie boeken in. In speelronde 2 krijgen we onder andere Ajax Emmen. Ja, kijk eens. We hebben dus een hele speelronde te doen voor Ajax. En Ajax speelt in Arnhem. Tegen Vitesse. Nieuw. Maar kijk eens, Feyenoord Sparta. Oké, luister. We hebben vrijdag 2 augustus hebben we PEC Zwolle Willem 2. Op 3 augustus hebben we FC Emmen, FC Groningen. VVV RKC, Vitesse Ajax en FC Twente PSV. Zondag 4 augustus Heracles Heerenveen. ADO Den Haag, FC Utrecht, AZ. Fortuna Sittard en de Rotterdamse clash tussen Feyenoord en Sparta. Dus kijk eens, ik zie jullie volgend seizoen, want we gaan gewoon heel veel FIFA weer spelen, kijk eens. FIFA 19 is klaar, maar ja, kijk eens, FIFA 20 komt er alweer aan. Dus kijk eens, Twente is weer terug in de Eredivisie. PEC Zwolle met John Stegeman, wat ik al zei in die trainersmaak. En voor Henk de Jong, een speciale wedstrijd tegen de Graafschap. Ja, hij kon de Graafschap niet in de Eredivisie houden. Ja, kijk eens, dan begint hij gelijk met Cambuur in Doetinchem. Hier, kijk. Hier, Johan Cruijffschaal. En dan op 9 augustus Sparta tegen VVV. Hier, kijk, de eerste klassieker staat op 27 oktober op het programma. De return is zondag 22 maart om 4:45. Verrassend. Kijk eens, in eerste instantie wil de KNVB. Dus kijk eens. Dan zie ik jullie. De twee Rotterdamse derbies op 15 maart. Ja, en Feyenoord PSV 15 december. En op 1 maart PSV Feyenoord. Ja, kijk eens. Ongelooflijk. Kijk eens. Dat was dan het speelschema, kijk eens, die ik wilde opnoemen. Vond je nou een leuk video om te bekijken, kijk eens. Abonneer dan met een duimpje omhoog, kijk eens. En dan zie ik jou morgen weer terug bij de allerlaatste FIFA 19 potje. Maar kijk eens, ik ga nog wel door. Ik ga wel door met FIFA 19. Hangt er vanaf welke wedstrijd ik loop. Dikke, vette, peace.